Hey, hello man. Ja, Gandalfie, hè? En dat verhaal is er nou weer uit. Ik begrijp dat niet, hè? Vind ik zo zonde van het geld. Goedemiddag, mijn lieve vrienden. Het is vandaag, 1 oktober. En we leven om 8 minuten over 1. En er is er hier druk eentje aan het niezen en er eigen aan het wassen en aan het doen. En dat was Ewin. Maar oké, ik wens jullie van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik moet nog een heleboel doen en ik krijg vanmiddag een visite ook. Ja. Maar ik was nu vooruit te branden en met rijkaardige stoei, ja, dan weet je het wel. En dan val je weer in slaap op een gegeven moment. Ja, ik had er veel eerder uit gewild, maar... Ja, en Maria, ik voel me goed weer, dus het komt helemaal goed. Gandalfie! Hey, hallo man! Ja, Gandalfie, hè? Zo, spinnenkop. Nou, ik hoop dat jullie hem horen spinnen. Het lijkt wel een motortje, hè? Nou, nee, die zit er eigen data verzorgen. Nou, dan moet ik dat allemaal nog doen. En ik moet nog naar de zomer toe. En dat doe ik zo meteen als eerst. Als ik Rijken weer uit heb gelaten, ga ik eerst naar de zomer boodschappen doen. En dat kan ik altijd nog doen, weet je. Het staat me niet op mijn rug, maar eerst die boodschappen, want ik heb voor Rijken geen vlees meer. Zo is er meer ding. Ik was het gisteren ook vergeten. En dan moet ze de kattenvlees. Nou, dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Maar oké, komt goed. Hou vol goede moed. Ik hou het even kort. Geef me die duimen uit en daarna boodschappen doen. En dan zien jullie me wel weer. Ze zeggen tot dan. Doei! Een hele goede middag, mijn lieve vrienden. Het is vandaag, 1 oktober. En we leven om 8 minuten over 1. En er is er hier druk eentje aan het niezen en er eigen aan het wassen en aan het doen. En dat was Ewin. Maar oké, ik wens jullie van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik moet nog een heleboel doen en ik krijg vanmiddag een visite ook. Ja. Maar ik was nu vooruit te branden en met rijkaardige stoei, ja, dan weet je het wel. En dan val je weer in slaap op een gegeven moment. Ja, ik had er veel eerder uit gewild, maar... Ja, en Maria, ik voel me goed weer, dus het komt helemaal goed. Gandalfie! Hey, hallo man! Ja, Gandalfie, hè? Zo, spinnenkop. Nou, ik hoop dat jullie hem horen spinnen. Het lijkt wel een motortje, hè? Nou, nee, die zit er eigen data verzorgen. Nou, dan moet ik dat allemaal nog doen. En ik moet nog naar de zomer toe. En dat doe ik zo meteen als eerst. Als ik Rijken weer uit heb gelaten, ga ik eerst naar de zomer boodschappen doen. En dat kan ik altijd nog doen, weet je. Het staat me niet op mijn rug, maar eerst die boodschappen, want ik heb voor Rijken geen vlees meer. Zo is er meer ding. Ik was het gisteren ook vergeten en dan moet ze de kattenvlees. Nou, dat is niet de bedoeling, hè, nee. Maar oké, komt goed. Hou vol goede moed. Ik hou het even kort. Geef me die duimen uit en daarna boodschappen doen en dan zien jullie me wel weer. Ze zeggen tot dan. Doei! Ja, daar ben ik weer. Rijken, die moet dus nog eten, maar ze het eet een bak vol, ja, met brokken. Maar dat vlees moet dus nog kopen. Maar ze is al uit geweest. Ik heb zelf al gegeten, ik heb koffie gehad. Ewende heeft eten gehad, medicatie gehad.
Gandalf heeft eten gehad en die is boven. En in die tussentijd is er wat van mijn deur gekomen. Ja, dat belemmertje uitzicht natuurlijk weer. Ze zijn daar druk bezig. Rijka die zit aan de tripod te ruiken en te snobbelen en te doen. Daarom bewogen jullie even. Dat is dus in het voorjaar erin gezet, dat groen. En ja, dat halen ze het nou weer uit. Ik begrijp dat niet, hè. Vind ik zo zonde van het geld. Wordt zoveel geld tegenaan gegooid om beplanting erin te zetten. En halen ze het in het najaar er weer uit. En in het voorjaar komt het er weer in. Nou, ik vind dat zo bizar. Maar ja, zetten ze wel dat kreng voor je deur neer, hè. Terwijl er een parkeerterrein is, hè. Maar ja, oké. Okay. Ze bekijken dat maar. Ja. Hé, Ewe. Nou, hè, meisje lief. Hallo. Ja, dat is mijn zorgenkindje, laat maar zeggen. Nou ja, oké, 15 oktober dan, dat is deze maand nu. Moet met haar voor controle om, even zien wat staat het hier. Om 14:30 en dan gaan jullie gewoon mee. Ja, dat mag. Dat heb ik al toestemming voor gevraagd. Dus dat mag gewoon. Dus dan doen we dat ook gewoon. Ja, toch? Maar oké, okay, ik ga nou even van jas wisselen. Want het is hier rot weer. Het regent steeds. Dan is het droog. Dan regent het weer. Dan miezert het weer. Dus ik moet even een langere jas aandoen. En ik heb al een regenjas, maar die is meer voor de zomer. Want die is anders te klein, want ik kan daar niet een normale jas eronder hebben. Dan alleen nog een feestje. Maar dat is me weer te koud, weet je. Maar ja, ik zal even jas wisselen en dan gaan we die kant weer op. Dan gaan we naar de zomer. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, dan was ik weer net thuis van de boodschappen. Ja. Echt. Waar? Brood, haarlak, wijn. Zo vast al voor het Sint Maarten. 11 november, duurt nog een tijd, maar blijft goed. Ja, het ligt nu al voor Sinterklaas in de winkel. Dus, nou ja. Groot zinkschuim. Nou, ik denk, oké, neem ik gewoon mee. Ja, iedere keer wat, zodat je weer genoeg hebt. En dat gaat in mijn grote soeppan, leg ik het neer, want daar doe ik het ook straks in wanneer ik het door elkaar hutsel. Maak ik de zakjes leeg, dus ja. Weer iets voor buurmeisje. Ik heb een bounty. En brood. En ik ga dit proberen voor Rijka. Dus dat laat ik uit de vriezer. Dat is runder en hart. Dus ik ben benieuwd wat ze doet. Het is ook voor poesjes hoor, gelijk. Ja. Maar de rest, dat ja, haarlijk zei ik al. De rest, dat moet in de vriezer. Dus ik ga even opschieten, lieve vrienden. Want om 3:15 ongeveer. Krijg ik visite, dan mag ik niet vloggen, want er zitten kindertjes bij. Nou, dat mag niet, hè. Mits ik toestemming krijg van. Ja. Maar, ja, dat is niet fijn om kindertjes op een film te zetten wanneer het ook niet nodig is. Nee, en ik vind ze ook nog daar te klein voor. Dus, en het is rot weer. Bah, ik moest zelfs mijn capuchon op. Dan je ziet het, mijn haar zit gelijk weer plat. Maar oké. Okay. Platte dingen piezen ook, zeg maar. Scheve dingen piezen, dus platte dingen ook. Ja, toch? Rijke, die legt haar eigen schoon te poetsen. Waar Ewen is. Oh, die legt in de vensterbank. En kan Rijke, die is... Nog steeds boven. Ik ben op de kattenkamer bezig, ik ben op mijn kamer bezig, ik ben in de douche bezig. Ik zou het niet weten. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later.
Ja, lieve vrienden, het is dus alweer heel erg laat. Ja, het is 3:26. Dat we gaan maar eens een keer naar bedje toe. Rijk al echt nog in de mand, maar we gaan wel naar boven toe. En, want ik moet er weer betijds eruit, want morgen, oftewel vandaag, komt Sandra mijn nieuwe vaste hulp. Ik heb er al een aantal tegenkeren als begeleidster gehad. Tenminste als huishoudelijke hulp gehad, maar dan een invalster. En nu wordt het mijn vaste hulp. Dus ja, daar zijn we wel blij mee, Rebecca en ik, dat we dus eentje, dat ik er eentje krijg die ook te vertrouwen is en die ook weet wat aanpakken is. Ja, dat is helemaal blij. En Rijke, die komt net uit de mand vandaan, gestapt. Ja, kijken of we er zien. Ja, daar komt ze. Oh, nou dat niet hoor. Het hoeft niet, het mag. Wat ben je? In het hoekje in het donker. Oh. Die wil dus ook naar boven. Nou, dat kan. We gaan er gewoon erachteraan. Ja, licht uit. En de deur is al op slot. Dus ja, komt allemaal goed. Niemand kan er meer in. En ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker. En morgen uiteraard weer gezond op doen staan. En tot aan de andere kant van de nacht. De eeuw in die brult ik wel weer in, maar die komt er niet in. Nee, die blijft mooi daar. En ja, Sandra die komt om 11:55, dus ja, bij tijd eruit voor mijn doen. Maar dat komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei!